FC Utrecht onderuit tegen Ajax. En springen voor de ziekte MS. Goedendag, zondag 2 oktober. Dit is U Vandaag. Er zijn minderjarige jongens misbruikt in de kerk in Amersfoort-Oost door een lid van de kerkgemeenschap. Dat meldt vandaag de Raad van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Het misbruik vond 30 jaar geleden plaats, maar is afgelopen week pas bij de Raad bekend geworden. Er is destijds door de slachtoffers en hun ouders geen aangifte gedaan, maar wel zijn toen de predikanten en andere leden op de hoogte geweest. En daarover is de kerkenraad geschokt. Er is toen niks mee gedaan en nu zijn de daden juridisch verjaard. De dader leeft nog, het is een 71-jarige inwoner uit Hoevelaken en hij is nog steeds lid van de gemeenschap. De raad heeft het misbruik aangegeven bij het meldpunt seksueel misbruik en er is een team samengesteld om ook hulp aan de slachtoffers te verlenen. Om hoeveel slachtoffers het gaat en wat de aard van het misbruik is, is nog niet bekend. FC Utrecht heeft geen punt gepakt in de Amsterdam Arena tegen Ajax. Het werd 3-2. In de eerste helft stond de ploeg dankzij verdediger Kevin Comboy nog voor met 0-1. Maar net na rust kwam daar gauw verandering in. Ajax scoort 3 keer. Invaller Mark van der Marel maakte de wedstrijd in de slotfase nog even spannend. De FC Utrecht-speler stond net 3 seconden in het veld en maakte de 3-2. Er had meer ingezeten, maar helaas voor FC Utrecht bleef het erbij. Ik bal al uiteindelijk altijd van niet winnen. En ja, en natuurlijk is het doodzonde als je de kansen hebt, zoals vandaag, om 3 punten mee te nemen uit Amsterdam of misschien een punt. Ja, dat is natuurlijk altijd een katterig gevoel, duidelijk. FC Utrecht staat op de 14e plaats in de Eredivisie. De bouw van de Daphne Schippersbrug in Utrecht loopt vertraging op. Gisteravond zal de hoofdkabel geïnstalleerd worden, maar dat is met een week uitgesteld. De gemeente zegt dat de kabel niet helemaal doet wat hij moet doen, waardoor ze de brug nog niet kunnen hijsen. Volgend weekend zouden brugdelen worden gemonteerd, wat het publiek vanaf een tribune kan volgen. Nou, of die tribune er volgende week dus al staat, is nog niet bekend. Een auto is vanmorgen vroeg in het water beland, langs de A2 tussen Vinkeveen en Breukelen. Het gebeurde rond 5 uur. De bestuurder is ter plekke door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Op de snelweg werd tijdelijk 1 rijbaan afgesloten. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. En een ongeluk op hetzelfde tijdstip vanmorgen vroeg in Utrecht. Daar zijn een taxi en een auto op elkaar gebotst. Het gebeurde op de Europalaan. De bestuurder wilde vanuit Nieuwegein de oprit naar de A12 oprijden, maar zag daarbij een tegemoetkomende auto over het hoofd. Beide auto's zijn flink beschadigd. De bestuurders kwamen er met lichte verwondingen vanaf. En de Bergen Boulevard in Amersfoort stond vannacht blauw van de rook. De brandweer rukte met spoed uit voor een containerbrand net naast een bouwkeet. Ook uit de bouwkeet kwam veel rook. Lukte de brandweer niet om de keet open te krijgen, dus moest er een kettingzaag aan te pas komen. De oorzaak van de brand is niet bekend. En de graspieper is gisteren het vaakst geteld tijdens de landelijke trekvogelteldag. Er werden er meer dan 100.000 gespot door vogelaars. En dat is volgens de Vogelbescherming Nederland in Zeist voor het eerst. In voorgaande jaren stond eigenlijk altijd de spreeuw op 1. Dat komt waarschijnlijk door de zwakke wind uit het zuiden dit jaar. Het kleine vogeltje vliegt dan extra laag en wordt zo vaker gezien. Ja, de dranghekken stonden vandaag al vroeg klaar in Utrecht voor de 66e singelloop. Duizenden hardlopers renden de oudste stratenloop van Nederland met zowel start als finish op de Malibaan. Het hoofdnummer van de singelloop was natuurlijk de 10 kilometer. De afstand waar in 2010 nog een wereldrecord werd gelopen. De Belgische Bashir Abdi won de singelloop van dit jaar. En ook toploper Koen Rijmakers deed mee. Voor de Kotenaar was het zijn tweede deelname aan de singelloop. De laatste keer dat ik hier liep, was de vorm echt niet goed. En liep ik echt een tegenvallende tijd. Dus wat dat betreft zit er een stijgende lijn in. Ik denk dat ik volgend jaar nog een keertje terug moet komen om echt een ideale race te lopen. Want dat was die vandaag nog niet. Maar nee, op zich ben ik hartstikke tevreden over vandaag, over de vorm in ieder geval. Over de uitvoering, daar kan nog wat beter. Nou, voor die uitvoering heeft Rijmakers nog 2 weken, want dan loopt hij de marathon van Amsterdam. Een bijzondere actie vandaag op kinderboerderij De Vechtse Hoeve in Maarsen. Kinderen konden daar voor €1 op een springkussen springen. De opbrengst gaat naar Daniel de Vries, die de zenuwziekte MS heeft. De sfeer zit er goed in op kinderboerderij De Vechtse Hoeve in Maarsen.
Iedereen is welkom om alvast Dierendag te vieren, maar ook om het goede doel te steunen. Voor een euro mogen kinderen op het springkussen. Speciaal voor Daniël de Vries. Daniël heeft MS en krijgt binnenkort een stamceltransplantatie. Maar voor die operatie is nog zo'n 8000 euro nodig. Ja, je krijgt steun uit allerlei hoeken van familie, vrienden, collega's. En ook andere bekenden en onbekenden ook. Zoals de kinderboerderij. Die steun is echt super hartverwarmend. Daniël is getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn vrouw ziet dat hij erg van dit soort initiatieven geniet. Ja, ik krijg een hele opleving van die hele actie. Wat iedereen allemaal doet, hoeveel lieve mensen er zijn. Hoeveel waanzinnig veel er gedoneerd wordt uit alle hoeken. Hij krijgt een hele opleving. Ik zeg, doe eens normaal, straks zien mensen niet dat je ziek bent. De beheerder van de kinderboerderij hoefde niet lang na te denken of hij Daniël wilde steunen. Nou, ik denk dat het ook wel heel dichtbij is, omdat je ziet, het zijn vaste bezoekers. Mensen komen langs, je weet hoe je zelf met je kinderen bezig bent en dat je daar optimaal van wil genieten. Ook Daniël hoopt dat hij straks nog steeds optimaal van zijn kinderen kan genieten. Maar wat er ook gebeurt, dit soort dagen zijn fijn. Het geeft je een boost, weet je wel. Ik vind het heel erg super dat zoveel mensen hierop afkomen en weten dat dit allemaal speelt. Dus, Daniël wordt over 2 weken in Zweden geopereerd. Het weer dan nog. Na veel regen vandaag klaart het vanavond en vannacht op. Blijft op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar de 10 graden. Morgen komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden. Tot over deze uur vandaag. Morgen zijn we er weer om 12 uur met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!